Even voor 12:30, het is dinsdagmiddag op het Levendaal. Staat snackbar Risa in de brand. Nou, je ziet het, geen vlammen, maar wel heel veel zwarte rook. En de brandweer is met meerdere wagens aanwezig om te blussen. De straat is afgezet voor al het verkeer, het Levendaal. En er blijven maar brandweerwagens bij komen. Dus de brand die is nog niet meester. Niet alleen in de snackbar zelf is de brandweer druk bezig, ook in de bovenwoning. Wordt geblust. Tussen het Levendaal en het Dwarsbolwerksteeg is in de Kraaierstraat nu ook nog weer een extra brandweerwagen aangekomen. Om in ieder geval de brand ook vanaf die kant goed in de gaten te houden. En zo'n brand die kan via de plafonds zo doorslaan naar achter. Ja, en dan ook gevaar opleveren voor de naastgelegen panden. En dat willen ze natuurlijk ten koste van alles voorkomen. En ondertussen blijft de rook naar buiten komen. Niet alleen beneden uit de voordeur van de snackbar Risa, maar ook boven uit de ramen van de bovenverdieping. Burgemeester Lenvrink komt even ter plaatse. Kijkje nemen en laat zich nu door de brandweer op de hoogte stellen. Ja, van deze toch wel flinke brand bij snackbar Risa aan het Levendaal. Nou, brandmeester, dat is niet gegeven. Maar onder controle lijken ze de brand wel te hebben. De kans op doorslag naar de omliggende woningen, die kunnen ze nog niet uitsluiten dat dat kan gebeuren, maar de kans lijkt niet groot. En het is dus afwachten hoe het hier verder afloopt bij snackbar Risa aan het Levendaal. Ja, waar dus brand is uitgebroken in de snackbar. Nou, je ziet het, dikke rookwolken ook uit de ramen op de etage, de bovenwoning, boven de snackbar.